Kotza Timothy Duggan, Ryder Hesjedaal, Michel Krede, Martijn Maaskant, Christian Meijer, Danny Piet en Ricardo van der Velde. Ik hoor niks. Oh, haha. Mannen staan hier op het podium gepresenteerd. René, je mag naar die mannen toe gaan en gaan ze maar eens een paar vragen stellen. Ik zou bijvoorbeeld... De Maaskant is er niet, Martijn Maaskant van der Velde, Ricardo is er ook niet. Dan stellen we ze voor, hè. Garmin, die met die snor, dat is Steven Kotza. Ja. Woe. Dan hebben we Timothy Duggan. Ja. Ryder Hesjedaal, dat is een diende. Dan hebben we Michel Kreder. Kijk, dat is een goeie. Heel snel mannen. En Maaskant? Ja. En dan hebben we wie er nog? Christian Meijer, Danny Peet en Ricardo van der Velde. Ik ben eventjes achterop geslopen. Martijn, wat gaat er vandaag gebeuren? Een Nederlandse winnaar? Ja, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Dat is alweer lang geleden. En ik denk dat er wel een paar sterke Nederlanders aan de start gaan. Onder andere Martijn Maaskant? Ja, ik reken mezelf niet echt op de kanshebbers voor de overwinning. Maar wij hebben ook in de ploeg een paar sterke jongens die misschien heel ver gaan komen. En voor de Nederlanders moeten we denk ik kijken naar Karsten Kroon en Robert Geesink. Goed zo, met jouw band en jouw equipe hebben we bijzonder veel succes. Bosch-Hans, L'Equipe de Garmin. Jongens, jullie mogen naar beneden. Dankjewel, merci beaucoup. Ik verwacht ook wel veel van die kleine Michel Kreder. Ja, dat was een rappe jongen. Hier hebben we nog andere.